ik ben Robin Velzen en misschien ken je me hiervan. Misschien ken je me wel hiervan. En misschien ken je me wel hiervan. Vorig jaar speelden we deze voorstelling in het theater Hear Me Out. En daar hebben we best wel enthousiaste reacties op gekregen. Echt heel erg leuk. Heel erg origineel. Hij is klein, hij heeft het klein gehouden en daarmee heel groots gemaakt. Echt geweldig. Hij weet het publiek wel te boeien. Een meester entertainer, zeg. Vanaf 4 oktober spelen wij een nieuwe voorstelling. En dat belooft ook weer een spektakel te gaan. Ik vind het leuk natuurlijk om te kijken, maar ik vind het nog leuker als u ook actief onderdeel van de show bent. Van huis uit ben ik muzikant en daarom is het wel fijn om een professioneel theatermaker naast je te hebben staan. Daarom maak ik ook deze voorstelling weer met Bavo Gama. Als je een hele goede muzikant, misschien ook zanger of een liedjesschrijver bent, dat is eigenlijk niet meer voldoende. Er wordt vandaag de dag ook van je verwacht dat je op het podium een show kan maken die uit meer bestaat dan alleen muziek. Tot onze knieën in de blubber, ik niet. Roel heeft bewezen dat hij dat kan. Dat betekent dat er nu hoge verwachtingen zijn voor de tweede theatershow. Ik sta tot hier in de blubber. De voorstelling gaat The Rush of Life heten. En niet alleen is dat de titel van mijn laatste album, maar ook staat het voor het feit dat het leven maar doordendert. En daar heeft u waarschijnlijk net zoveel last van als ik. Maar ik vind het nou eens tijd om daar eens een avondlang uitgebreid bij stil te gaan staan. Roel legt alles vast. En ongewild is dat het thema geworden van de nieuwe theatertour. Video 8 camera. De generatie van mijn vader legt hier al dingen mee vast. En we hebben tegenwoordig telefoontjes en daar filmen we alles mee. Maar waarom eigenlijk? Wat hebben we er eigenlijk aan? En beleven we nog wel waar we op dat moment mee bezig zijn? We proberen met z'n allen het leven vast te leggen. Maar het leven gaat ons soms te snel. Het zal een muzikale voorstelling zijn. Samen met mijn band speel ik veel liedjes van het nieuwe album, maar ook liedjes die je misschien al wel kent. Van oktober tot half april spelen wij door heel Nederland de voorstelling The Rush of Life. Dus ook bij hun buurt. Mijn band en ik, hopen u daar te zien.